Hi, ik ben Jacqueline Peek en 17 april was ik voor de tweede keer bij de online meeting van de nieuwe boerenfamilie. De vorige keer waren we vooral met coaches, burgers en één boerin. En dit keer waren het juist vooral de boeren die sterk vertegenwoordigd waren. En het was nu leuk met de boerenversnellers erbij van editie 2020. En ik zal zelf bijvoorbeeld van Henk Huigen uit Amersfoort was erbij. En die hadden de dag erna een koeiendans, dat de koeien naar buiten gingen om te laten zien. En hij doet vooral mee omdat ze een evenementenlocatie hebben, een moestuin en zorgboerderij. En wil graag de onbenutte mogelijkheden ook gaan benutten. Dan was er bijvoorbeeld Peter met een melkveebedrijf uit Rotterdam en kinderopvang en BSO daarbij. Marijke heeft biologisch melkvee en zoekt afzet voor kaas waar ze mee gaat starten. Sander zit in de aardappelen en die zoekt of dat er lokaal ook afzet voor te vinden is. Omdat natuurlijk ja, veel overschot is omdat de horecabedrijven dicht zijn en evenementen niet doorgaan. Waardoor dus de aardappelfrietmarkt redelijk ingestort is. Dus alle beetjes helpen om daar wat aan te doen. Zo zijn er de actie Benen Frietjes door het hele land heen om vooral frietjes te kopen in de winkel of direct bij de boer. Dan was er nog een vraag of dat er personeelstekort is bij de boerenbedrijven, omdat ze anders buitenlandse medewerkers hebben die nu niet hier naartoe kunnen komen. Zo had ik een voorbeeld van een aspergeteler die in de krant stond en die kreeg talloze sollicitanten binnen. Dus die had geen krapte wat dat betreft. En anders is Sander daarmee bezig om daar ook een website voor op te bouwen. Zodat ze degene die werk zoeken en werk aan te bieden hebben elkaar makkelijk kunnen vinden. Bij de seizoensarbeider.nl in oprichting. Dus even kijken, wie hadden wij nog meer bijvoorbeeld? Miranda Verbeijnen was erbij als niet-boer, maar high-boer. Om ook online zichtbaar te maken van de agrarische sector. Yoshi, zij is initiatiefnemer van FoodUp en ook de nieuwe boerenfamilie. Yvonne Faber, die het geheel netjes leidde om iedereen aan het woord te laten. Jorrit heeft een melkveebedrijf in Enschede met een zorgtak. En die wil mee naar plantaardig toe voor de kringloop en een sluitende plek in te nemen. Benny en Monique uit de Achterhoek hebben een bed and breakfast, melkveebedrijf, heel veel verschillende dieren en ook paardencoaching waar ze een betere loop in wil krijgen. En daar gaf Marijke bijvoorbeeld ook al aan dat zij misschien aan een student kan helpen die onderzoek kan doen wat goed zou werken in de regio daarvoor. Dus het is gelijk al een mooie samenwerking. Even kijken, Boris was er ook bij. Die heeft een kleine wijngaard en lammeren en conceptkippen. Els Egelmans hebben een ijsmakerij in Noord-Brabant, biologisch voor de helft. En zij hebben normaal afzet bij de evenementen, maar ja, die zijn er nu niet. Dus op zoek naar andere mogelijkheden om hun ijsafzet veilig te stellen. Els Uiderinde is onderzoeksboerin met praktijkonderzoek en zoekt daar deels financierders voor. Ook, heeft ook een bedrijf op basis van kringloop. En even kijken, Maarten was er ook nog. Die heeft een programma van rond de Food Chain Traveler. En die heeft zich de vorige keer aangeboden bij Boy Griffioen om te helpen oogsten. En die heeft daar ook inderdaad meegeholpen de handen uit de mouw steken. Dan was er nog een vraag van is er zorg over de melkprijs of wat brengt corona met zich mee? De melkprijs die is wel iets aan het dalen. Dus dat is iets om in de gaten te houden.
Verder wordt ook gekeken voor vrijwilligers. Zijn die in te zetten? Mensen die nu thuis zijn, niks te doen hebben. Bij Henk bijvoorbeeld komen ze in de moestuin helpen. En dat is makkelijk uit te leggen om wat onkruid weg te halen, hoe dat werkt. Zodat zij lekker in de natuur bezig zijn en ook bezig kunnen zijn. En ze zijn al gewend aan de zorgtak voor hun boerderij, dus dat komt helemaal goed. We hebben ook geholpen met een kast te bouwen. En even kijken, dan als je afzet zoekt of boerderijproductie wilt kopen in je buurt, kijk op findfarm.nl voor welke boerderij bij jou in de buurt te vinden is. En zo zat er bijvoorbeeld in Puur uit Altena, is in de regio Brabant een Altena-box opgezet. En zo kan je op supportyourlocals.nl nog meer regionale initiatieven zien. Wat gewoon heel erg mooi is om te zien dat dit ook uit deze crisis voortkomt, dat mensen gaan samenwerken. En een leuk initiatief vanuit consumenten is ook nog fietsen voor mijn eten. En verder zijn allerlei communities op Boertbewust. En initiatieven om de boodschappen thuis bezorgd te krijgen, zoals boerschappen.nl. En zelf ben ik een boerendochter en ik wil honderdduizenden mensen een Nederlandse boerderij laten ervaren door middel van online en offline evenementen of door ze te leren vloggen, zodat ze op die manier een inkijk kunnen geven in hun bedrijf. Nou, ik zal kijken wanneer de volgende nieuwe boerenfamilie bij elkaar komt. Want tot 1 juni zijn de evenementen nog steeds gesloten. Dus ik kijk uit naar de volgende keer. Tot ziens! En zo zat ik dus op het dak van het schapenhokje, die gewoon lekker in de schaduw bleef liggen met deze warmte.